In het natuurbeheer wordt steeds meer gebruik gemaakt van grazers, zoals dat zijn paarden, runderen en schapen. Wereldwijd zijn er ruim 900 schapenrassen die gehouden worden voor hun wol en vlees, maar waarvan er ook verschillende in Limburg worden ingezet voor natuurbeheer. Ze begrazen natuurgebieden zoals de Brunsumer en de Eperheide, maar ook de dijken langs de Julianakanaal en de Maas. Omdat er zoveel verschillende rassen en kruisingen zijn, wagen wij ons niet aan het benoemen van de in dit filmpje voorkomende rassen. De dieren worden vaak ingezet in met netten afgezette gebieden op de dijken, zodat de herder kan beoordelen waar ze het meest nodig zijn. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de vegetatie en wordt de grasmat verstevigd. De schapen trappen de bodem vast, waardoor er minder erosie is, en lopen op hellingen waar machinemaaien onmogelijk is. Bovendien eten de dieren ook jonge boomplantjes, waardoor dikke wortels geen kans krijgen om de dijk te beschadigen. Tijdens een wandeling op weg naar het Nonkebuschke in Schinveldse bossen ontmoeten we Schotse hooglanders. Deze dieren zorgen ervoor dat niet het hele gebied rond Schinveld verbost. Het zijn indrukwekkende, ruig uitziende dieren die mensen niet zullen aanvallen wanneer ze met rust gelaten worden en men niet probeert ze te benaderen als er jonge dieren bij zijn. Oorspronkelijk komen ze uit Schotland.
In het grensmaasgebied rond Meers doen koninkpaarden, die oorspronkelijk uit Polen en Wit-Rusland komen, eigenlijk hetzelfde werk, samen met gelleweerunderen. Ze begrazen het gebied langs de Maas en voorkomen zo dat het hele grensmaasgebied één groot bos wordt. Ze leveren bovendien prachtige plaatjes op. Zowel de runderen als de paarden zijn winterhard. Ze kunnen prima tegen de kou, hoeven niet naar binnen en vinden ook in de winter nog een kostje, zelfs als er sneeuw ligt. Het is dan ook onverstandig om deze dieren te voeren. Het zijn geen huisdieren en gedragen zich dus ook anders, waardoor de goedbedoelende voederaar met van een koude kermis thuis kan komen. En de dieren mogelijk straks andere wandelaars lastig vallen, omdat ze een lekker hapje verwachten. Wandelaars die dieren hun gang laten gaan, hoeven niet bang te zijn dat ze aangevallen worden. Honden moeten in de wandelgebieden natuurlijk gewoon aan de lijn.